mijn god. Ik heb ze eindelijk. Hoi en leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe vlog. Het is vrijdag, het is vakantie. Hoe heet mijn vakantie? En ik heb AirPods, jongens. Oh mijn god, ik heb ze gisteren besteld. En ze zijn gewoon midden in mijn hoofd. Mama, wil je me even? Ik kan het niet openmaken. Mama, schiet op. Ja, hier zijn. Hou jij de camera vast? Ik had voor mijn net gelakte nagels. Waar gaan we zo heen? En naar Radio Yes, toch? Oosterhout, toch? Oosterhout. Dat geloof ik. Ja, Radio Yes in Oosterhout. Yes. Ik heb een goede vinger. Als ik hem nou maar niet geraakt heb. Oh, mam, kijk uit. Kom maar. Moet je echt een duimpje toch niet gedaan? Nee, dat is niet. Jongens, Marina is helemaal... Ja, dat doe ik straks. Eindelijk iets gekocht van je verjaardagsgeld van al die jaren. Hè? Oh. En we hebben hem bij Bel Simpel besteld. Was het goede tip weer de goedkoper. Oh, echt? Het is weer een verrassing hoe die open moet. Voorzichtig. Misschien als je de deksel al beet houdt, de andere kant. Dus de deksel, ja, nu een beetje schudt. Ja, nu kan je vastpakken. We komen steeds dichter in de buurt. Oh yes, daar zijn ze eindelijk. Oh, mag dat eraf? Ja. Mag maar weer. Oh, ja, hier is het kruislinks, denk ik. Ja. Het is gewoon even in, weet je wel. Oh, het zit echt wel. Oh, jongens. Het lijkt wel een buitenaard weten. Bliep, bliep, bliep. Oh, mijn god. Wil je even... Oh, mijn god. Ik heb ze eindelijk. Heb je een oplader in de auto? Wacht even, Marie. Ik zal even kijken of dat er in links of rechts in zit. Mag ja, ik kijken? Dat zit erin. Laat me nou gewoon even zelf kijken. Wacht. Draaien, draaien. Om... Ja, zo moet ze. Ja. We hebben een oplader in de auto. Dan kunnen we het doosje gaan opladen. En je? Deze? Ja. Moet die ook? Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is een soort van powerbank. Maar is deze nu nog leeg dan? Ik denk het haast wel, maar ik ga zo even weer kijken. Maar blij? Ja. Nou jongens, ik zit nu in de auto en ik wou even testen hoe het geluid het nu doet met de AirPods. Kijk, oh mijn god. Ik ben zo blij. Oh, ik vind het echt helemaal leuk. Dus ja, gewoon even kijken wat voor geluid het is, zeg maar, met filmen. Hoi, nou ik ben nu in de studio van Jess Radio. En Jessica die komt over een kwartiertje ongeveer. En we zitten alvast klaar met techniekjes en lekker muziekje aan. En een glas water. Dus, en ik heb de oortjes trouwens ook meegenomen. Dus ja, dat is een ding. Je oordopjes. Heb je die ook bij je? Natuurlijk, die heb ik vanaf nu echt altijd bij me. Kijk jongens, oh ik ben echt zo blij. Oh. Kijk, ga ik even wat drinken. Nou jongens, hier is Jessica. Hallo, en Sarah. En Sarah. Hier zo, Sarah. Oh, hoi. Echt een heel leuk beest. Echt heel leuk. En nou, we hebben zo een interview. En ik heb de oorcam op. En ik weet niet, we weten nog niet of we echt de oorcam erin gaan benoemen. Maar we hebben daarvoor het geval dat alvast een papiertje wat hij dan kan voorlezen. Om het even te laten zien. Maar voor het geval dat, zeg maar. Dus ja. En ik wil natuurlijk gewoon heel veel van jou weten. En ook van je moeder. Hoe doen jullie dat allemaal? Zo'n... Twee van die powervrouwen heb ik volgens mij voor me. Nou, we gaan het eens beleven. Ja. Gaan we eerlijk antwoord geven? Tuurlijk. Ah, oké. Nou. Nou jongens, ik ben net terug van Jessica. En ik vond het heel erg leuk. En ik ben echt heel moe. En ik ben zo blij met mijn AirPods. Oh mijn god, ja, yes. Het is vandaag... Zondag? Ja. Zondag. En ik ben met Emma. Ja. Hoi, boek even voor je toe terug. Hi. Hi. En wij zijn niet zoveel aan het doen. Ik heb vakantie, yes, vanaf morgen. Ik niet. Ha! Ik heb hemelvaartsvakantie. Ik wist ook niet dat het bestond. Totdat ik naar deze school toen kwam. En toen bestond het ineens, maar mijn oude school had ik het niet. En zij zit nu op mijn oude school. Ja. Maar, ik ga dus vanaf morgen tot en met donderdag een paar dagen weg. Met Megan, een vriendin van mij en mijn ouders en mijn opa. En de Thaise vriendin van mijn opa. Dus eigenlijk mijn stiefoma soort van. Dus ja. En dus hebben we lekker Post Malone aan het luisteren. Post Malone is het beste, jongens. Oh my god. Maar
alles? Ik ga straks vanavond even laten zien wat ik morgen, wat ik allemaal mee ga nemen voor deze 4 dagen. Het is echt heel veel. Maar oké, dat ga ik straks even allemaal laten zien. En nu zijn wij gewoon een beetje aan het chillen en zo. Dus, ja. Ik ben nog steeds met Emma. Hi. Hi. We hebben net even gegeten. Hoe laat is het eigenlijk? 8:15. 8:15. Jezus, echt? Ja. Yeah. Maar in elk geval, ik ga je nog even laten zien. Mijn paas, heb je dat Engels verslag al bij Maria gemaakt? Ja. Oh, je hebt helemaal niks gedaan. Nee. Ga even werken. Nee, ik doe het morgenavond. Ja. Ja. Had je niet morgen die Frans toets? Ja, ook. Oké, ik ga je even laten zien wat ik allemaal meeneem op vakantie. Ik doe even Emma's, of naar de vaders tas, even naar het kool. Nee, is mijn tas, maar nee. Maar goed gedaan wordt, hè? Ik doe het altijd. Ja, precies. Wacht, ik doe hem zo meteen wel weer niet verder. Ik heb net trouwens een foto gezet op mijn andere Insta-account, marina.kovacx. Ik heb een coole foto gemaakt. Ja, en die heeft zij gemaakt. Oké, als jij even dit vasthoudt, laat ik alles zien wat ik... Ja, maar ik zie niks. Oh, geef ze hier. Ja. Dan gaan we dat even voor jou fixen. Ja. Nou jongens, ik neem dit vest mee. Ja. Een spijkerjasje. Ik vind die echt leuk. Ja. Nou, gewoon 3 spijkers. Je mama stuurt je een gesproken bericht. Ja, mijn mama kan wel even wachten. Ja, super boeiend. Verder, dit hemdje. Dit shirt. Dit shirt. Dit. Niet. Dit shirt. Ik gooi er ook nog echt mis ook. Dit shirt. Ja, oké. Okay. Nou ja, ondergoed, maar dat is niet zo heel erg boeiend. Mijn bikini. Oh, gosh. Oh, je hebt een zwembad. Wat? Een kanarie zwembad. Ik. Waar is mijn broekje? Oh, hier. Weg. Weg, ik kan niet. Oké, okay, en dan hebben we hier nog een broek om in te slapen, een trui om in te slapen en nog gewoon een lekkere joggingbroek voor 's avonds. Ga niet vragen waarom ik voor 4 dagen 2 joggingbroeken meeneem, maar nee, ik neem je weet nooit wat er gebeurt, oké? Okay? Vooral niet als je Marina heet. Heest. Wat nou? Wat. En ik ben echt heel blij met mijn AirPods. Oké, ik ben echt helemaal aan het flexen met die dingen. Maar ik ben echt heel blij. Kanari. Ari Kanari. Oh. Oké, maar... Ja. Zo. Dat zat even dwars, denk ik. Jongens, als jullie... Jullie moeten een keer aan Google vragen of dat hij een ezel na wil doen. Echt, je gaat stuk. Inderdaad, dat is echt heel eng. Ja, je gaat echt... Ik moet weer niezen. Hij komt alleen niet. Ah, nee, nee! maar... Nee! In elk geval, dit was een... Ik heb vandaag echt bijna niks gedaan. Ik ben echt irritant, hè? Ja. Behalve dat Emma is geweest. Dat kind daar, kijk daar zo, weet je wel. Ja? Ja. Dat is mijn eigen kind. Kanari. Ja, man. En verder heb ik niet zo heel erg veel gedaan. En nou ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vinden jullie dit trouwens veel kleren voor 4 dagen weg? Nee. Nee, hè? Van koken kan niet. Dus nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal en like even mijn foto op marina.kovacx. En volg allebei mijn accounts. Doei!